In een gouden koets rijden Charles en zijn vrouw Camilla naar de kerk waar de ceremonie is. Binnen zitten allerlei mensen. Kinderen, familie en ook andere mensen van het koningshuis, zoals Willem-Alexander en Maxima. Alles deze dag gaat heel precies, volgens regels en tradities die vaak honderden jaren oud zijn. Dat merk je aan hoe er gesproken wordt, maar zie je ook aan de kleding. Deze rode mantel bijvoorbeeld, die werd meer dan 85 jaar geleden gemaakt voor de kroning van de opa van Charles. De dienst begint met een bijzondere rol voor Samuel van 14. Hij mag als allereerste iets zeggen in de kerk. Your Majesty, as children of the Kingdom of God, we welcome you in the name of the King of Kings. En dan begint de ceremonie. The things which I have herebefore promised, I will perform and keep. So help me God. Misschien wel het meest bijzondere moment is als er olie op de hoofden van Charles en Camilla wordt gesmeerd. Dat heet de zalving. Het mag niet gefilmd worden. Het is een eeuwenoude traditie om dat bij nieuwe koningen te doen. En dan het moment, de kroning. En dat lijkt een beetje puzzelen te zijn. Daarna krijgt ook Camilla een kroon en is het tijd om hem aan iedereen te laten zien. Ja, we gaan naar Londen. Daar werkt Fleur Launsbach voor het Jeugdjournaal. Ja, Fleur, jij volgt al de hele dag de kroning. Mocht jij eigenlijk ook aanwezig zijn in de kerk? Nee, helaas niet. Dat had ik wel heel graag gewild. Ik stond er vlakbij, dus ik kon wel zien dat de koning in zijn gouden koets stapte na die hele ceremonie. En ja, daar moest je een speciale uitnodiging voor hebben als je in de kerk had willen zitten. En er waren beroemde mensen bij, bijvoorbeeld onze koning Willem-Alexander en Maxima, die waren erbij. Maar er waren ook gewone mensen bij, mensen die in de zorg werken of mensen die bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen. En zo wilde Charles dat graag. Hij wilde aan de ene kant natuurlijk ook belangrijke mensen en beroemde mensen, maar ook gewone mensen. Ja, Fleur, op onze site vroegen wij: koning Charles is te oud voor een koning. De uitslag is een beetje 50-50. Hoe kijken de Britten daarna? Ja, nou, Charles is ook wel best wel oud al. Hij is 74. Hij is zijn hele leven troonopvolger geweest, hè, prins Charles. En dat is ook niet zo gek, want zijn moeder die heeft het heel lang volgehouden. Hè. Koningin Elisabeth was eigenlijk de langst zittende vorst hier in dit land ooit. En ja, daarom is het dus, heeft het lang geduurd, maar nu is hij eindelijk gekroond vandaag. En sommige mensen waren daar heel blij mee. Eigenlijk wel de meeste mensen die waren aan het feest vieren vandaag. Sommige mensen hadden ook een beetje kritiek. Hè. Die vonden dat het ook wel best wel duur is, zo'n grote gebeurtenis. Maar je zag toch de meeste Britten wel heel blij vandaag en uitbundig. Een beetje net zoals Koningsdag in Nederland. In Londen is het best gezellig. De kinderen hier moesten er vanmorgen vroeg bij zijn om nog een plekje te hebben. We slept in a tent on the grass. We woke up at 4 and we were here at 6:20. Not very much time to sleep. May I ask you, since when are you here? 2:00. This morning. 2:00 this morning. Did you sleep? A little bit. Ja. 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 En verderop hebben mensen zelfs dagen langs de route gekampeerd in tentjes om vooraan te kunnen staan. En nu is het eindelijk zover. De koninklijke koets komt eraan. Honderdduizenden mensen staan langs de kant. En eigenlijk is het zo voorbij, dus goed opletten. Really pleased to be amongst the crowd, but I am disappointed that I never saw the royal coach. We love every minute of it, and everybody else's as well, aren't they? It's great. And when the carriage went past, wow.
It was a wow minute. Toch staan er niet alleen fans van de koning langs de route. Er zijn ook demonstranten. Zij zijn tegen het koningshuis of vinden een koning niet nodig. Voor de mensen die naar dit park zijn gekomen is het een bijzondere dag. Ze volgen de kroning op schermen. En ook voor deze kinderen is het een belangrijke dag. He'll be our king for the next few years. And he's quite important. Very important. It's pretty long. It's exciting though. Yeah, you get to see the king, Queen Camilla. It's really nice. I enjoy it. I think it's amazing. I mean, like it's a one time chance, so.